Heeft u wel eens een bonus gekregen in uw leven? Nou, niet echt. Heb je zelf ooit wel eens een bonus gehad? Nee, ik geloof het niet. Ik heb wel eens een 13e maand gekregen en daar was ik reuze blij mee. Kijk, ik kom uit het bedrijfsleven en bonussen zijn al heel lang gewoon. Heeft u zelf wel eens een bonus gehad? Ja. En ook mogen uitdelen, ja. U ging er harder doorwerken? Ik ben zelf nooit zo gevoelig geweest voor bonussen. Ik zou wel eens bij het binnenhalen van al dat extra zwartspaardersgeld wat ik heb gehad, heb ik voor de grap wel eens tegen bankiers gezegd, ja, als ik 1% van die paar miljard euro had gehad, had ik ook een mooie bonus gehad. Maar nee, wij doen niet aan bonussen bij de overheid. Omdat iedereen op dit moment naar de crisis in Griekenland kijkt, lijkt de crisis die in 2008 is begonnen inmiddels een eeuwigheid geleden. It was the biggest bankruptcy in history and the tipping point into global recession. De Amerikaanse hypotheekmarkt stort in en neemt in haar vrije val de hele financiële wereld met zich mee. De grootste recessie sinds de jaren 30 is daarmee een feit. Sommige zeer gerenommeerde banken vallen om, maar andere banken worden door nationale overheden, dus door de belastingbetalers, gered. Ook in ons land. De verziekte bonuscultuur zou een van de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis zijn. Hoge bonussen verleiden de bankiers tot het nemen van onverantwoorde risico's. Niet de klant en de financiële gezondheid van de bank staan centraal, nee. Alleen het resultaat telt. Maar hoe groot is de invloed van de bonuscultuur op de crisis geweest? En hoe zorgen we ervoor dat het niet weer uit de hand loopt? Hebben we onze lessen geleerd? Of moeten wij als belastingbetalers straks weer de scherven oprapen? Ik ben op weg naar de Tweede Kamer. Er vindt vandaag een debat plaats over de economische crisis. Maar juist op dezezelfde ochtend wordt bekend dat de hoogste baas van de ING-bank, Jan Homme, een bonus krijgt van 1,25 miljoen euro. Voor het eerst sinds de staatssteun mocht de top van ING weer bonussen krijgen en vandaag werden ze bekend. De topman krijgt ruim 1 miljoen, de financiële man 6 ton en de risicobeheerder bijna 7 ton. Tot woede van de Tweede Kamer. Dit is toch een idiote toestand en ik zou graag zien dat de minister hier in heldere taal van zegt wat zijn morele oordeel hierover is. Laat ik om beginnen te zeggen dat ook de VVD niet echt een goed gevoel heeft bij het bericht van hele ochtend. En we nemen dan kennis van een bankier die zichzelf weer een bonus van 1,25 miljoen euro verstrekt. Ook nog eens een keer bij een staatsgesteunde instelling. Dan snap je toch niets van de geest van het beloningsbeleid zoals dat in de breed door de commissie... Ja, aan de minister, want... Ja, ik kom er straks natuurlijk. Ik ga eerst... Ja, we proberen het ook zoveel mogelijk. En laten we, want ik begrijp... De toon is gezet. Uiteindelijk levert Jan Homme onder druk van de publieke opinie zijn bonus weer in. Maar ik blijf me afvragen. Hoe zit dat nou met de crisis en de bonuscultuur? Is daar nou een verband tussen? Ja, zeker. Daar is een verband tussen, omdat... In die crisis bleek ook dat die bonussen, dat die het nemen van onverantwoorde risico's hebben aangemoedigd. Laat ik heel eerlijk zijn. Ik dacht aanvankelijk van god, die bonussen, dat gaat relatief. Als je kijkt naar de omvang van de begroting van de bank en van het land, gaat het maar om relatief kleine bedragen. In essentie is die crisis ontstaan doordat banken en andere financiële instellingen te grote risico's hebben genomen. En die bonussen die hebben dat aangejaagd. Als je er goed naar kijkt, er is ook veel literatuur over inmiddels, dan zijn die bonussen onderdeel van een mensbeeld en ook een organisatiemodel, waarin er vanuit wordt gegaan dat jij alleen maar bereid bent om te hollen wanneer je voor elke keer dat je holt apart extra betaald wordt. Zelfs als je teruggaat naar 1928, dan zie je toch wel dat het korte termijn denken, het streven naar overmatig grote winsten, het persoonlijk belang, kortom, het moreel-ethische gebrek aan besef, de losgezongenheid van de realiteit van alle dag, dat toch wel ten grondslag ligt aan de crisis van toen, maar ook aan de crisis van nu. Oké, deze Kamerleden zien dus wel degelijk een verband. Maar wat vindt de minister eigenlijk? Is er nou een verband tussen die enorme crisis en die discussie van die bonussen? Zeker. Niet zozeer is uit onderzoek gebleken dat bonussen de oorzaak van die crisis zijn geweest. Die oorzaak ligt in veel andere, veel ingewikkeldere oorzaken. Dan heb je het over veel te veel kredietverlening, te makkelijke kredietverlening tegen te lage bedragen. Veel te grote risico's die genomen zijn, onduidelijk. Over die risico's, te weinig transparantie, alsmaar het doorverkopen als een soort balletje van die
complexe producten waar niemand meer wat van begreep. Het toezicht moet veel beter. De kapitaalseisen van banken moeten veel strenger. Dus die crisis had een andere oorzaak. Voor een klein deel hebben perverse prikkels, onder andere bonussen, ook bijgedragen aan die crisis. Maar het is ook met name de maatschappelijke verontwaardiging, die ik ook heel goed begrijp, die uit die crisis is gevolgd dat er veel banken over de hele wereld zijn gesteund door de staten, door landen, waar onder andere dus ook indirect de belasting betalen, om erger te voorkomen. En dat al vrij snel daarna, in de Anglo-Saxische wereld onmiddellijk daarna, die bonuscultuur, die oude bonuscultuur, weer enorm opstak. En daar worden weer in totaal, ja, voor absurde bedragen aan bonussen uitgekeerd. Ik ga nu op een soort onderzoekje. Ik wil die crisis begrijpen en die bonuscultuur wil ik beter begrijpen. En we zijn ongeveer, ja, we zijn een paar maanden aan het filmen. Kan ik nou aan het einde van mijn rit bij u terugkomen en u een paar van mijn, ja, dingen die ik heb ontdekt voorleggen? En dat u uw licht daarover laat schijnen? Ik ben gaarne bereid om dat te doen. Nou, hartstikke fijn. Ja. Dankjewel. De jager spreekt zelfs over perverse prikkels. Dat is duidelijke taal. Maar waarom zijn bonussen eigenlijk nodig? En werken ze wel echt? Ik ga op bezoek bij Kilian Wawoe. Hij is organisatiepsycholoog en heeft onderzoek gedaan naar beloningen in de financiële sector en is erop gepromoveerd. Wawoe heeft zelf bij de ABN AMRO gewerkt, deelde daar bonussen uit en geeft er vandaag college over. Goed, jullie zien daar een meneer staan met die bril op, dat is Gideon. En hij maakt een programma over de kredietcrisis. En zo dadelijk gaan er in die hoek daar zes of acht van jullie staan. En wat moeten die doen? Het is heel erg simpel. Je houdt je rechterhand omhoog en op die rechterhand, daar komt een kopje met zand. En de bedoeling is dat je vandaar naar hier loopt en dat er iemand in de zaal even bijhoudt hoe lang dat nou duurt. Hou maar gewoon in je hand. Ik ga dadelijk aangeven waar de lijn zit. En de opdracht is: loop zo snel mogelijk naar die lijn toe, zonder dat er ook maar iets van zand uit het kopje valt. De finish is hier. Klaar? 3, 2, 1, loop. We gaan nog een keer doen natuurlijk. Dit was de nulmeting. Maar daar komt de 1-meting. Wat denk je dat er komt? Wat je ziet is dat bonussen leiden tot meer kwantiteit. Ja, dus dat is hetgene wat je het makkelijkste kunt beïnvloeden. Dus stel je voor, je bent student of je hebt een uitzendbaantje en de enige motivatie die je hebt om dat baantje te doen is geld. Ja, niet jezelf ontwikkelen of wat dan ook. En je gaat tomaten plukken en je zegt: voor iedere extra tomaat boven de 100 krijg jij 10 cent. Nou, wat je dan ziet is dat mensen ook meer tomaten gaan plukken, want ze waren toch alleen maar gericht op dat geld. Dus dat is goed. Dus werkt het? Ja, dat werkt heel goed. Dat is een echte, ja? Je mag hem even bekijken. Voel me even. Ja, ja. Voel me even. Zo. Nou, jongens, het is echt onderop. Alleen als je tegen een hypotheekverkoper zegt: je krijgt per hypotheek een bonus. Hè, want je krijgt 100 euro voor jezelf als je er even koopt. Ja, dan ga je dus meer hypotheken verkopen. Maar meer is niet altijd beter. 3, 2, 1, loop. Wacht even, wat doe je nou? Stop. Het is heel creatief van je, maar dit was niet de afspraak. Even stop. Leerpunt is dat op het moment dat er beloning in het spel komt, gaan mensen creatief boekhouden. En wat we net gezien hebben, was daar een goed voorbeeld van. Platte hand. Alle vingers naast elkaar, plat zo. Okay. Het effect is nog groter dan ik had gedacht. Stilte. Oké, daar gaan we. Met beloning. Kijk naar die 100 euro. 3... 2, 1, loop. Jullie waren alle twee bijna hetzelfde, maar volgens mij was jij eerder. Yes! Even. Alsjeblieft. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Maar het allerbelangrijkste is, wat je ook in de literatuur terugvindt, is dat hoogstens de kwantiteit toeneemt. Dus hoogstens gaan mensen ietsje sneller lopen, letterlijk sneller. In dit geval een halve seconde op 7. Maar de kwaliteit neemt af. Ja, dus kwantiteit neemt toe, kwaliteit neemt af. En als je hier op de grond kijkt, ja, als je
letterlijk kijkt naar de hoeveelheid zand die met name in de condities met geld op de grond is gevallen, dan zie je precies wat ik bedoel. En dit is eigenlijk een mooi symbool voor de kredietcrisis en de fouten die mensen gaan maken op het moment dat je ze geld in het vooruitzicht stelt. Dat de bankmedewerker baat bij de bonus heeft, spreekt voor zich. Maar de klant wordt er niet altijd beter van, betoogt Wawoe. Feit is dat de bonus in de genen van de bank zit. Hans Schenk is hoogleraar economie en heeft vorig jaar het wetenschappelijk onderzoek geleid naar de oorzaak van de crisis. Hallo, goedemiddag. Gideon Levy. Hans Schenk. Kom binnen. Vele economen geloven in het uitdelen van financiële prikkels. Van hoe meer je iemand prikkelt, hoe harder hij of zij zal werken. Dat is maar ook volgens economisch onderzoek tot maar zeer, zeer beperkte zin waar. Dat heeft namelijk te maken, om te beginnen met de totale opbouw van het beloningsstructuur binnen een onderneming. Maar het heeft natuurlijk ook een soort, zou ik zeggen, een soort morele, ethische component. In die zin dat je denkt van nou, ik zal uitsluitend binnen mijn eigen belang gaan denken, want daarmee haal ik die bonus binnen. Ja, dat doet zich voor. Dat pleit tegen bonussen. Maar de bonussen zijn niet weg te denken uit de bankwereld. Ik ga naar Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hoe kijkt hij er tegenaan? Goedemiddag. Hallo, meneer Staal. Welkom. Gideon Levy. Is er nou een verband tussen die bonussen en die crisis? Ziet u daar een verband tussen? Nee. De bonussen is zeker niet, dat is zeker niet de oorzaak van de crisis geweest. Dat weet ook iedereen. Dat laat ook het rapport, het parlementaire rapport van de commissie De Wit zien. Wat wel waar is, is dat er verkeerde prikkels in hebben gezeten. En te korte termijn. Commerciële successen van producten die verkocht werden, werden meteen beloond met bonussen en meteen het volgende jaar. Dat moet je lange termijn doen. En je moet bonussen ook beperken. Dus die verkeerde prikkels zijn er wel geweest. Maar zelfs die verkeerde prikkels zijn niet de oorzaak voor de crisis geweest. Kijk, het primaire reden voor de crisis zijn de subprime-hypotheken in Amerika. U krijgt een hypotheek terwijl je geen inkomen hebt en ook geen vermogen hebt. Dat is natuurlijk een krankzinnig product. Net zo goed als wij voor de crisis hebben kunnen beleggen zonder dat je geld had. Je kon op de aandelenmarkt meedoen zonder geld te hebben. Met geleend geld. Nou, dat zijn krankzinnige dingen waar we met z'n allen zijn bij geweest. Dus we hebben met z'n allen boter op ons hoofd. The Chancellor has ordered an inquiry into the collapse of Britain's oldest merchant bank. The Barings collapse shakes the markets. The trader who blew the bank's capital. The man who broke Barings with a billion-dollar gamble is on the run tonight. Weet u het nog? In 1995 wordt de jonge bankmedewerker Nick Leeson opgepakt. Omdat hij op de beursvloer in Singapore in zijn eentje $1,4 miljard verliest. En daarmee de ondergang van de meer dan 200 jaar oude Barings Bank inluidt. I didn't know that the bank's capital base was only £250 million. As long as they kept giving me money, I kept trading. Leeson maakte, tegen de regels in, speculatieve transacties op de beurs. I knew that the effect of my actions was going to be disastrous. I didn't realize quite how catastrophic it was going to be. Leeson gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Met zijn vrijlating gaat hij in Ierland wonen. Het land dat hard is geraakt door de crisis. Met het wrange bijeffect dat iedereen in een halve economisch verandert. Well, the big problem with the bonuses and banks is a lot of the bank managers are walking off that basis to get the money. So, you know, the more money they lend out, the bigger the bonuses they get at the end of the year. So they are walking on them figures. They were just giving out money to everybody. Literally greed just to get more for themselves. And it's been that way around the world. So, you know, the more 110% mortgages they could give out to people, the bigger bonus they got at the end of the year, which in turn helped them and their families go to family nice places around the world and get their fancy cars. Maar goed, Nick Leeson. Hoewel de ramp die hij veroorzaakte een andere achtergrond heeft dan de huidige financiële crisis, is er één gemeenschappelijke deler, de bonus. The whole thing was a nightmare. You know, it was, you know, I had a nobody knew what was going on other than me. Barings were very very well known. Within the city of London for giving out very, very big bonuses. So I think the smallest bonus that I ever received at Barings was 1 year's salary. And then the biggest was nearly three years' salary. And so it was disproportionate to, you know, the actual amount of money that you were being paid as a wage. In de tijd dat Leeson in de gevangenis zit, schrijft hij zijn autobiografie, Rogue Trader, vrij vertaald, Witte Borden crimineel.
Dat verhaal is verfilmd en gaat in 1999, een maand voordat Leeson wordt vrijgelaten, in première. You know, for me, the success was the most important thing. You know, yes. However much success I got, I always wanted more. Was it addictive? It always has been for me. You know, success has always it's always had an important role to play in my life. You know, and it's, you know, sometimes when you have success, it feeds upon itself as well because everybody sees it, and it's it's welcomed, and bonuses would be part of that. But for me, you know, it wasn't necessarily the monetary value. It was the success and moving on in the organisation. And I couldn't enunciate the words to say, you know, look, it's not true. We're not making this amount of money. And that fear of failure and that admittance of failure on my own behalf was the real, real problem for me. Nick. Tony. Nick, I really need to go over some of the figures with you. Sure, Tony. In the beginning, the first time when I made an illegal trade, I expected to get caught every single day. You know, there were very simple things that could and should have been done every single day. The most simple one was to check the positions, okay, between what was seen as the appropriate position and what I actually had with the exchange. Now that's just very simply checking one thing off against another and making sure that they're the same. They were never the same for 3 years. Okay, so nobody did that very, very simple checks. But, you know, I didn't want to let anybody down. You know, everybody who worked for me was due a bonus, but they were due a bonus on the set of figures that I was reporting. Likewise, there were a lot of people above me who worked in the organisation who were due considerably bigger bonuses. Mm-hmm. And if what I was reporting was wrong, mm-hmm. they weren't going to get paid either. I was young, I was immature, I had status. It was too important to me and I wanted it to keep it at all costs. Nu ik toch in Dublin ben, ga ik eens kijken hoe hier de situatie is. Ooit had Ierland de meest bloeiende en snelst groeiende economie van Europa. Er werd gesproken over de Keltische tijger. Maar daar is sinds de crisis weinig van over. De huizenmarkt is compleet ingestort en de werkeloosheid is sinds 2007 verdrievoudigd. 13% van de Ieren zit zonder baan. It's very, very hard to earn a living, you know. You're kind of having to put in 10 and 12 hours a day and you could be going home with 50 euro, 60 euro. You don't know what you're going to get from day to day, you know. I bought a house. Yes. That was 400,000. Now it's not worth 250,000. Wow. But I'm still paying the mortgage on 400,000. In a lot of cases, they've just stopped paying the mortgage and given the keys back. And then now the banks are just sending threatening letters and this and that. And so they're just waiting to see what's the next step. You know, they don't know what's going to happen. And it's just all they're just miserable over. Ik stap uit in een soort leegstaande Phoenixwijk. Dit is een paar jaar geleden gebouwd, toen de bomen nog tot in de hemel groeiden. Nu staat 50% leeg. I lost my job in Alnwick. You lost your job? Yeah. I lost my job. I had bought the house and I lost the job 5 months later. Wow. So like trying to pay for a house and like it's just hard. And you know more people that are in similar positions? Yeah, loads. I think every second person in this estate is in the same way. And how much of those houses are sold here? Because there's many... There's no one in. Like, there's no one in that house. There's no one in that house. There's loads of houses with no one in them. We paid top price, and then we're in a year and a half. They just went down because nobody was buying. Nobody had money. The banks weren't lending any money. Nobody could get mortgages. So, I think the builders were greedy and were just building all these houses, hoping to sell, and building them at very high prices. So it just all collapsed.
Could you give me examples of how life changed when everything went up? Well, for example, no one goes out anymore at weekends. Whereas when you had money, you'd be out every week, every night at the weekend, so. You miss those times? Yeah. You think they'll come back? No. No? No. Why not? They just won't. And if it does happen, it won't be for another 10 years at least. De kredietcrisis ligt hier bij wijze van spreken nu op de grond. Ja. Er zit een heel diep geloof in managers dat je je medewerkers aanstuurt met een wortel en een stok. Mensen lopen achter die wortel aan en anders geven ze een flinke tik. En zo manage je mensen. Maar dat is helemaal niet nodig. Waarom staat de verpleegster of verpleegkundige om 5 uur naast haar bed om haar werk te doen wat zo zwaar is? Of zijn werk? Dat is motivatie. Diepe motivatie. En ik heb nooit in geen enkel onderzoek kunnen vinden dat bankmedewerkers anders gemotiveerd zijn dan een verpleegster. Alleen als je met bonussen gaat strooien, ja, dan gaan ze zich alleen maar richten op dat soort gedrag. The banks are only interested in one thing: making money. And making it as quick and efficiently as they possibly can. That's the nature of the business. Within that, they then pay bonuses. And they pay bonuses to attract, well, they pay. Whether it's bonus salary or complete package, they put the package together to attract the best individuals to their particular bank. Wat Leeson schetst, baart me wel zorgen. Want hij zegt in feite dat het systeem niet zal veranderen. Het is dus gewoon de aard van het beestje. Het is aanzienlijk kort door de bocht. Kijk, als je kijkt naar wat wij aan welvaart hebben bereikt, op welk welvaartsniveau wij zitten, dat heeft ook alles te maken met de manier waarop ons financieel systeem is ingericht. Het heeft ook alles te maken met mogelijkheden die mensen krijgen. En als je dan aan het eind van die periode ziet dat we toch een beetje ons overeten hebben, om het maar zo te zeggen, ja, dan moet je niet doen alsof alles wat eraan vooraf ging niet deugde. He, dan is het heel erg goed om je wonden te likken. En dan is het inderdaad ongelooflijk triest dat die rekening bij de samenleving ligt. En die moet ook worden terugbetaald. Maar we leven hier in dit land in een zeer bevoorrecht land. En om te doen alsof we 30 jaar lang dit niet hadden moeten doen, het financiële systeem, ja, dan zou ik graag weten van degene die dat beweren in wat voor huis ze wonen, wat ze hun vrije tijd doen en op welke manier ze van de welvaart genieten. Hoe groot of hoe klein de impact van de bonussen op het gedrag van de bankiers is geweest, daarover lopen de meningen dus uiteen. Feit is dat er in de jaren voor de crash veel is misgegaan in de bankensector. En daardoor zijn banken zelf tot de conclusie gekomen dat er een gedragscode voor bankiers moest komen. De zogenaamde code banken is vorig jaar januari in werking getreden. En toenmalig minister Bos was daar heel tevreden over. Maar hoe goed is die code eigenlijk en gaat die dan een volgende crisis voorkomen? Die code banken, wat vindt u daarvan? Die code banken die zegt, dat is een soort gedragscode, ja. Die zegt vooral, als u bankier bent, moet u verstand hebben van bankieren. Ja. Dat hadden wij natuurlijk altijd al gehoopt en gedacht. Dat was kennelijk niet altijd het geval. Ik ben 1 dag in de week docent aan de Vrije Universiteit. En daar begeleid ik studenten van 21, 22 jaar in het maken van werkstukken. Als zij zoiets bij mij hadden ingeleverd, hadden ze een onvoldoende gekregen. Wat vind je van de code banken? Nou, die is zo slecht. Die code banken pakt precies dat aan wat niet belangrijk is. Als ik het zo hoor, gaat de code banken ons dus niet beschermen. Durft iemand mij nog te beloven dat we niet weer zo'n crash krijgen? Dat kan ik u garanderen, omdat ik de lessen die geleerd zijn uit deze crisis, zowel door banken als ook door overheden, toezichthouders enzovoort, die lessen zullen ervoor zorgen dat zo'n soort crisis, een crisis van overkreditering, zich niet meer zal voordoen. Daar zit ik dan, tussen twee vuren in. Volgens Boele Staal gaat de code banken ons voldoende beschermen. Maar de wetenschappers weten dat niet zo zeker. Voor mij is natuurlijk maar 1 ding belangrijk. Staan mijn spaarcentjes veilig op de bank. Volgende week verder. Dan ook met Wouter Bos, die als minister van Financiën verantwoordelijk was voor de code banken. Meneer Bos, mag ik u straks wat vragen na afloop? Nee, echt niet? Nee. Ja, Wouter Bos stond hier eigenlijk van, goh, ik heb toch een mooie code afgesproken. Ja, maar die heeft volledig langs het probleem gelopen. Zo, schreeuwen we er nog. Ja, ja. Mooi. Helaas blijft nee.